Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video van de Peugeot 308. Mijn naam is Jeroen Klaassen en namens Nefkens nodig ik je van harte uit om te kijken naar deze digitale walkaround van de nieuwe Peugeot 308. Het is nu trouwens ook mogelijk om een proefrit te boeken in de Peugeot 308, maar daarover later meer. Naast mij staat Mark, hij gaat jullie alle nieuwe features over de Peugeot 308 laten zien. Ja, laten we snel beginnen. Dit is hem dan, de nieuwe Peugeot 308. Deze uitvoering heet de Allure, maar de 308 is er ook in Active en GT. En als hij op je afkomt, valt meteen het krachtige en dynamische design op. Maar vooral ook het nieuwe logo. Dit is overduidelijk het nieuwe gezicht van Peugeot. Overal op deze auto zie je de nieuwe designfilosofie van Peugeot terug. Zo ook bij de karakteristieke dagrijverlichting in de vorm van slagtanden. Dit zijn trouwens ook je richtingaanwijzers. Hoe vet! Als je verder kijkt, zie je dat de 308 breed en stevig op zijn wielen staat. In dit geval op nieuwe 17-inch lichtmetalen velgen. Door zijn verlaagde daklijn en gewelfde flanken krijgt de 308 een brede, gespierde look. En ook de onderbroken skirt zorgt voor een onderscheidende uitstraling. Dat wordt verder versterkt door de iconische high-tech achterlichten. Maar ook in de details, zoals de vergroomde afwerking en het glanzende zwarte paneel dat de achterlichten verbindt. Deze hoogwaardige afwerking en het strakke design vind je ook terug als je achter het stuur stapt. Je voelt meteen dat Peugeot er echt alles aan doet om je tijd in de 308 zo aangenaam mogelijk te maken. Zo word je verwelkomd met sfeerverlichting en plof je neer in AGR gecertificeerde en verwarmde stoelen. Er is zelfs een systeem dat de luchtkwaliteit bewaakt. Dat noemen wij nou compromisloos comfort. Hier is aan alles gedacht. Vanaf het compacte stuurwiel bedien je het multimediasysteem, je telefoon en alle rijhulpsystemen. En afhankelijk van de uitvoering zijn er behoorlijk wat. Wauw! En dat komt allemaal samen in de iCockpit. Met het iConnect Advanced systeem dat volledig te personaliseren is. Het systeem koppelt een profiel met jouw voorkeuren aan je smartphone, weet dus meteen wanneer je instapt en past de iToggles daarop aan. Zo haal je het meeste uit je 10-inch touchscreen. Met extended screen in deze uitvoering. En als je bedenkt dat er ook nog 34 liter opbergruimte is, ja, dan verwacht je dat er voor de passagiers op de achterbank niet heel veel meer over is. Maar maak je geen zorgen, ook hier is het comfortabel reizen. Deze uitvoering heeft een 130 pk benzinemotor, maar de nieuwe 308 is ook verkrijgbaar met een 130 pk dieselmotor als plug-in hybride en binnenkort zelfs als station wagon. De nieuwe 308 is dus net zo veelzijdig als jij. Dat moet je echt ervaren. Inderdaad, Mark. En dat treft, want de Peugeot 308 staat nu bij ons in de showroom. Neem contact op met een van mijn collega's en boek vandaag nog je proefrit in de nieuwe Peugeot 308. Graag tot ziens bij Nefkens.